Nou, het is in ieder geval vervelend, maar er zitten niet grote risico's aan. Wordt natuurlijk allemaal wel heel goed onderzocht, maar het gaat om 71 paspoorten, het ging om 41 visa. En die visa die worden dus vervolgens ook geannuleerd en ook die paspoorten en die komen in alle systemen te staan, dus het risico is gering. Nee, het is geen prettige kwestie. Het wordt ook onderzocht hoe dit nu precies gelopen is. Dat zijn transporten die over het algemeen heel goed gaan. Dus het komt eigenlijk nooit voor. Dus de Marokkaanse autoriteiten bekijken ons met ons ook hoe dit precies verlopen is. Maar ik zeg het direct wel bij, is het belangrijkste om te weten, zowel de paspoorten als de visa zijn geannuleerd. Dat betekent dus ook dat je er niet op kan reizen. Niks meer waard? Het is eigenlijk niks meer waard, nee.